Stap Dutch Audio Event 2022 bij Pura, Dion Audio en Pure Cable. Ik wil heel erg graag over jouw nieuwe voedingtjes praten. We staan trouwens met Miguel Blauw. Wel bekend van Dion Audio natuurlijk in ons verleden. Maar je bent nu voeding aan het maken. Ja, ik ben nu met Koen samen zijn we voeding aan het maken. Het is eigenlijk ontstaan door een samenwerking van Dion Audio en Pure Cable. Heel lang geleden heeft ooit iemand tegen ons verteld van Koen woont in Arnhem, ontmoet hem een keertje, want dat zit bij jou in de buurt. En nou, inmiddels, laten we zeggen 8 jaar daarna, hebben we een keer besloten om elkaar toch te gaan ontmoeten. En van de een kwam het ander. Je bent altijd heel snel geweest, hè? Sorry? Ik zeg, je bent altijd heel snel geweest, hè? Ik ben supersnel, ja. Ja. Nou, het zijn gewoon omstandigheden. Dus de ene keer gaat het wel, de andere keer ontstaat gewoon iets spontaan. Dus vandaar. Maar goed, om even te komen op de producten die we ontwikkelen. Dion Audio maar eventjes ernaast te laten liggen. Samen met Koen ontwikkelen we producten die bedoeld zijn voor stroomvoorzieningen. Dus denk aan line conditioners en in dit geval ook lineaire voedingen, maar ook netwerkswitches. Ja, ik zie er eentje staan. Daar. Op de banner zie je er eentje. Ja. En we hebben er ook eentje live. Ik zal er even eentje bij pakken. Ja, stop maar. Ja? Dat is dus Ammonite, en dat is de switch. En we noemen eigenlijk al onze producten hebben een naam van eigenlijk een uitgestorven diersoort. Nou ja. Ja, het is een beetje maf, maar. Een beetje cru. Een beetje cru, maar zo brengen we weer een beetje nieuw leven erin. En het grappige is met Ammonite bijvoorbeeld, dat was een zeester met 5 poten. En een natural switch met 5 uitgangen. Dat zou ik zo vertellen. Het is 2x5 in dit geval. En bijvoorbeeld de line conditioner heet Sauropoda. En dat was een hele grote dinosaurus. En die had een hele lange nek met een golfbeweging. Dus ik denk, nou, mooie sinus. Ja, zo is wel over nagedacht. Daar hebben we over nagedacht. Ja, het niet zomaar iets. Het moet wel een beetje tot de verbeelding spreken. De Ammonite switch. Zoals je ziet, heeft 2x5 uitgangen. Maar het zijn 2 separate switches. Waarbij de ene bedoeld is voor ingaande signaal, dus denk aan modem of modem, router, NAS, bla bla bla. Ja, en de uitgaande alleen voor je streamer. En zo scheid je dat van elkaar, waarbij de storingen ook van elkaar gescheiden zijn. Hè, dus ja, het is meer een soort van netwerkverkeer, tweerichtingsverkeer, maar de in- en output zijn als het ware van elkaar gescheiden. Ja, precies. He, want het is natuurlijk zo, als je een router en een NAS op 1 switch aansluit, moet die processor meer verwerken. En ja, die andere heeft het alleen maar de uitgaande signaal te produceren, waardoor die gewoon rustig op zijn gemak. Is het gigabit of 100 Mbit? 100 Mbit. Ja, dat dacht ik al. Bewust voor audio gekozen, omdat 100 Mbit toch een lagere ruisvloer heeft dan de gigabit. Over het algemeen. Let's agree to disagree. Ja, precies. Ja, kom maar op. We gaan maar gewoon luisteren en dan hoor je het. Ja, dat gaan we doen. Ja. Maar in ieder geval, dat is niet het enige. Er zit ook een lineaire voeding in. Dezelfde als de Dodo. Dat zou ik misschien daar nog even op terugkomen. Dat is een transformator met 2 uitgangen. Daarvan is 1 voeding puur geschikt voor alleen de switch. En de andere voor de klok. Er zit ook nog een aparte klok in. Ja, dat vind ik dan wel een interessante. Dus, maar de voeding voedt bij de boards van de switch. Bij de boards inderdaad. En die andere is alleen specifiek voor de klok. En de klok die genereert natuurlijk een frequentie, hoogfrequent. En dat gaat ook in je voeding zitten. En die wil je dan niet op die switch hebben. En andersom. Ja, ik kan het zeggen, dat werkt beide kanten op. Ja. Wat voor spanning werkt een klok eigenlijk? Verschillend. Je hebt 3x3 en een 5. Ja, maar deze werkt op 5. En het is ook afhankelijk van welke klok je gebruikt. Je hebt een OCXO, TCXO en VCXO. Bij de andere kun je door middel van de spanning kun je die klokfrequentie ook nog aanpassen. Ja, maar dit is een OCXO die hierin zit. En een OCXO, dat is een klok met een ingebouwde temperatuur, een oventje eigenlijk. Vandaar dit ook of een controlled crystal oscillator. En die blijft constant op temperatuur. Op 70 graden als het goed is, een beetje. Intern, 70 graden, ja. Daar is waar die kristal het meest efficiënt is en het meest stabiel blijft. Ja, dat weet jij dan weer beter dan ik. Maar. Nou ja, die meetcijfers zijn zo ver achter de komma, dat is extreem nauwkeurig. Ja.
Ziet er mooi uit. Ja, nee, ik ben benieuwd naar... kan je die wel tillen, die grote? Kom op, man. Ja. Op je handje, als een dienblad. Zo. Ja, dat ben je wel een beetje sterk. En dan hebben we de dodo. Ja. Dat is dus wat daar ook in zit. Maar dan enkel alleen als voeding. Waarbij je dan bijvoorbeeld als je een standaard switch hebt of een DA-converter, die je dan wordt upgraden met een betere voeding. Ja. Het zijn twee aparte uitgangen die je gewoon kan kiezen tussen 3.3 en 19 volt. Dus onafhankelijk van elkaar. Wat wij heel veel tegenkomen is dat mensen tussen eentje van 5 en 12 kiezen. Omdat het toch in de meterkast wordt gebruikt voor een modem en een switch. Ja, en de meeste apparaten zijn of 5 of 12 volt. De switches zijn meestal tussen 5 en 12, maar DAX werken weer vaak op 12, is mijn ervaring. Ja, en dan heb je inderdaad DAX inderdaad 5, 12 tot 19, zo'n beetje. Ja, ja. Wat is nou, waarom maakt dit dodo nou zo goed? Is dat, ja, leg uit. Ja, het is een bepaald principe die wij volgen. Er zijn heel veel methodes om een goede voeding te bouwen. Je ziet ook heel vaak dat tegenwoordig mensen heel veel capaciteiten toepassen om die rimpel eenmaal recht te trekken. Maar dat maakt de voeding ook weer wat traag. Dat is niet de enige reden om voeding goed te krijgen. Maar wat wij doen, wij genereren een referentiespanning. Met een opamp eigenlijk. Een skate-schakelingetje ook. En die stuurt als het ware een transistor aan die hem constant houdt. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen om een ruisvloer te krijgen van rond de 700 nanovolt. Onder een belasting van 1 ampère. Dat is behoorlijk. Dat is best netjes. Ja, dat is wel echt netjes. En dat heeft vooral ook te maken met de eindtransistor. Die moet heel specifiek zijn om dat aan te kunnen. Ja, ik zit even te rekenen in mijn hoofd. 700 nanovolt, dat is echt heel laag. 0,7 micro. En je ziet vaak bij hele goede voeding dat ze rond de 200 microvolt zitten. En dat is, dan zit je al goed eigenlijk. En ja, is dat nou het enige wat zo'n voeding goed maakt? Denk ik niet. Want je zit al op zo'n laag niveau, ruisniveau, dat eigenlijk bijna te verwaarlozen is. Want ja, dat hoor je toch niet. Maar goed, er zitten natuurlijk ook andere componenten in die bepalen hoe iets klinkt, zoals de condensators. Wat voor een kwaliteit condensators zijn het? Dan gebruiken we daar audiofiele niche-condensators voor. En als filtering, hoogkant filtering. Nou, dat zijn kleine condensaties. We gebruiken heel veel, bijna alle merken wel, keramische condensaties, want die zijn lekker snel maar, en lekker goedkoop. Maar ook heel erg microfonisch en qua vorming behoorlijk hoog. Die wij hier gebruiken zijn specifieke fotocondensaties, audiofiele componenten eigenlijk. Nou, bring it on. Ik ben erg benieuwd. Ja. Nou ja, het kriebelt natuurlijk wel om het door te meten, maar... Dat gaan we ook wel doen. Hey, maar hartstikke bedankt voor je tijd. Zullen we die op de foto gooien? Dan zet ik want voor onze kijkertjes wordt het anders wel heel erg lang. Nee, mooie switch, mooie voeding. En de line conditioner gaan we even op de foto zetten. En ik hoop dat we een sampletje kunnen krijgen. Dank je wel. Ja, helemaal goed. Fijne show. Dank je wel.